Hallo jongens en meisjes van Tall Gunnels Gamer. Welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de Skywars doen met kijkers. De vorige keer hadden jullie de 650 duimpjes omhoog achtergelaten. Als jij als kijker een keer wil meedoen, druk dan even allemaal op dat duimpje omhoog en zet hier beneden je Skype. En laten we beginnen. Vandaag jongens en meisjes ben ik hier samen met Dylan. Hallo Dylan. Hallo. En het is niet Dylan Pace, maar het is de enige echte, noem YouTube. Nou kom op, doe het. Typisch Dylan. Typisch Dylan. Bam, op jullie beeldscherm. Tolgan en typisch Dylan, want deze video is echt heel typisch. En wat we gaan doen is, we gaan Skywars doen op de CubeCraft Game Server. Heb jij er een beetje zin in, Dylan? Ik heb er heel veel zin in. Oké, chill man. Ik ga gewoon voor de scare builder kit, want dat ben ik nou eenmaal gewend, weet je. Scare leven. Ik ga even mijn chesten unpacken. Ik heb een hele mooie diamond sword. Wat heb jij allemaal gekregen? Scheid. Oh, scheid. Oké, nice. Ik ga even naar beneden, want hier heb je ziek veel chest, of niet soms? Oh, shit. Ja, best wel. Dit is best wel een chille map, weet je. Er is een of andere tennis ding, hoe noem je dat ding? Dat waar je mee tennist? Ik heb geen idee hoe je dat noemt. Maar ja, nee, niet een tennis racket, maar zeg maar zo'n. Dat is zeg maar dat ding waarmee je gooit. Maar, oké, never mind. Nee, niet de bal. Je weet toch, op je plateau heb je dus op een gegeven moment zo'n dingetje staan, toch? Waarmee je kan tennissen, waar je er overheen moet doen, weet je? Oh, zo'n net. Ja, tennisnet. Godverdomme, waarom kom ik er niet op? Nou, ik vind het een hele mooie map, want er is een tennisnet. Nice, oké. Wij gaan sowieso teamen, toch? En ik kan jou niet vinden op dit moment. Dus waar ben jij? Ik sta nu op mijn eilandje. Oké, ik ga ook even op mijn eiland staan. En als je me ziet, zeg... een soort volleybal. Oh, yo, hier ben ik, man. Kom. Oh, yo. Yo, kom maar naar mij toe, ja? Ik trek even mijn armor aan voordat iedereen in de reacties boos op me gaat worden. En ik pak mijn golden apples. Want ja, in de vorige aflevering had ik fucking die gekke shizzle apples. En ik nam ze niet. En anders had ik de eerste plek gewonnen. Ik weet het, jongens. Ik heb het allemaal gelezen. Ik weet het. Deze keer, ik ga winnen. Met gemak. Oké, laten we naar hem toe gaan, man. Ja, is goed. Ik hoop dat je alles voor me doet. Dat is nice. Ja, ik zal een beetje opletten of hij niks gooit of wat. Oké, hij kijkt. Oké, hij kijkt. Moet ik dan terug? Oké, hij gooit eieren. Oké, kan jij voor me bouwen? Moet ik dan op de uitkijken? Ik ga bouwen. Oké, ik zeg wanneer hij schiet of zo, ja? Hij doet nog niks. Hij kijkt alleen als een... Ik weet niet waarom hij kijkt. Oh, hij gooit Oh, nee. Oh, hoe heb je dat overleefd? Jij bent... Nee! Oh nee. Oh dit. Waarom maak ik dezelfde... Ik dacht dat ik serieus eroverheen kon. Fuck. Ja, jij leeft nog, hè? Of niet? Ja, ik leef nog. Oké, cool. We gaan jou even spectaten. Oké, kill hem. Nee. Oh ja, rip. Oh, dit is nee. Rip. Nee. Oké. Je hebt het gehaald, man. Holy shit. Even snel eten, anders ga ik echt dood. Oké, ik ga jou die gekke Turkse tips geven, ja? Je denkt van, hey, misschien is dat niet van pas, maar dat ga je vanzelf zien, oké? Ja. Ik ga even een beetje een kijkje nemen, je moet echt helemaal even verder gaan, man. Even deze eilanden oversteken, heel snel. Gewoon met super speed, Tata speed, weet je, die jij hebt natuurlijk. Want ja, je bent een Tata, ik ben Turk. Dus ja, jij hebt Tata speed, ik heb Turk speed. Weet je, gewoon logische verklaring. Meer logisch kan het niet zijn, weet je. Oké, hier kan je trouwens in één keer doorlopen, want daar is het al gebouwd. Dat is wel chill natuurlijk. En verderop zie ik iemand gewoon op zijn eiland chillen. Dus als jij gewoon wat sneller bent... Oh nee, ze teamen met z'n tweeën, man. Oh nee. Weet je moet tactisch spelen, oké? Als jij gewoon van achteren naait, dan kun je volgens mij nog winnen ook. Wacht, ik moet één golden apple eten, anders ga ik dood. Ja man, neem er alvast één. Oh, dit is wel spannend, man. Ik zou snel zijn. Of nou, ik weet niet. Ze kijken nu een beetje naar je. Oké, waar is hij? Oh nee, tegenover daar komt je. Kom op, 1-1. Ik pak hem nu die. Ja, pak hem. Oh, hij lag. Hij zit lekker. Fucking lag. Oh nee, ze gaan met z'n tweeën nu. Oh nee, ik zit vast. Oh shit. Gaat dit een woord? Oh! Ga neer! Nee, ga neer! What the fuck? Ga je doen? Oh! Ja! Ik heb ze. Een 1v2, alsof het niets is. Holy shit. Nee. Oh, nog 3 mensen, man. Oh! Je moet gewoon even verder gaan, ja? Naar die volgende eiland. En dan zie je die volgende speler alweer. Wauw, ze zijn ook gewoon in de chat zo van... GG, man. Oké, je hebt ons. Ja, ik ben zo pro. Ja, je bent best wel pro. Ik moet eerlijk zijn, jij bent beter dan ik. Oké, ga bouwen, oké? Ja. Ik zie daar zo iemand, die is daar zeg maar beneden bij zijn eiland. Je weet dat plekje daar zo beneden? Ja, daar is hij nu aan het chillen. Dat is een bal, zeg maar. Ja, niet bij de volgende eiland, maar de eiland daarna. Oh, dus niet dit eiland, maar daarnaast. Ja, oké. Oh ja, ik zie hem. Ja, kom man. Oké, hier is een brug. Ga ervoor, ja precies. Hij staat binnen nog. Hij staat gewoon chillen. Dus als jij hem gewoon in één keer naar beneden... Oh ja, killt gewoon. Oké, ga gewoon daar doorheen. Ik moet even eten, anders ga ik... Oh, hij staat boven alweer, man.
Oh, serieus? Ja, hij is alweer naar boven geklommen, zie ik. Nee, ik moet even mijn golden apple. Ja, neem je golden apple, bereid. Ik heb nog maar één golden apple, dat is niet zo goed. Hij is aan de zijkanten. Ja, oh, daar. Hij heeft ingebouwd. Ja, fucking hell. Ja, ga eruit. Oh, hij gaat alweer weg, man. Hij gaat naar iemand anders. Go. Hij kijkt niet naar je. Go. Kill hem. Kijk uit voor die pijl en boog achter je. Oh, nice. En ga nu naar die gozer daar voor je. Oh ja, kom maar. Ah, nee. Nee, ga neer. Oh nee, ik ben dood. Oh nee. Oh my god. Tweede. Oh, dit gaat zo goed. Deze keer ga ik het sowieso beter doen, jongens. We zitten namelijk in de regenbogenmap. En dat is namelijk gewoon heel veel vrolijkheid in één map. Dus ik ga het sowieso goed doen. Want ik speel goed wanneer er een soort van een heel vrolijk sfeer is, oké? En het is alweer bijna kerst. Of is het al kerst? Ik heb echt geen idee. Geen idee wanneer je dit kijkt of hoe dat allemaal zit. Maar het gaat erom. Het is vrolijk, oké? Daar gaat het om. En ik ga sowieso winnen, man. Wij gaan sowieso samen winnen. We willen gewoon een 1v1. Ja, gewoon een 1v1 op het einde, weet je. Dat is epic. Ja, dat zou epic zijn als we gewoon met z'n twee overblijven. Ja, kijk, net was je al tweede. Dat is best wel al ver gekomen, vind ik eerlijk gezegd. Ik was alweer de tiende. Ik was alweer de tiende natuurlijk, want dat ben ik altijd. Maar kom je naar mij toe? Was je trouwens naast mij gespannen? Heb je dat gezien? Nee, er zit één iemand tussen. Oké. Okay, dus, ik zal wel proberen die even neer te halen, maar... Oh, jezus. Ik kom eraan, ja? Ja. Ik heb geen blocks. Ik moet meteen naar jou toe komen? Of, ik zie hem al, man. Ik ga naar hem toe, ja? Ja, ik wou ook naar hem toe. Want volgens mij, hij heeft mij niet door, dus... Ik denk het niet, man. Hij is daar zo nog beneden. Of is hij al weggegaan daar zo? Oh, nee. Hij heeft me door. Oh, nee. Ik kom er ook aan. Oh, bouwen. Hij heeft jou niet door. Hij gooit met de vis aan. Ik sla hem. Help. Oh, nee! Ah, ik heb hem, nice. Ja, oh, ben je dood? Ja, ik sprong niet. Fuck, oké, nu sta ik er alleen voor. Nee. Ik kan dit. Oh, ik weet niet, man. Oké, ik moet... Ik heb die toerikpower. Ik moet in mezelf geloven, man. Oké, I believe. Als je nu naar hem bouwt, want hij let niet op jou, zeg maar. Oké, hij is druk met sneeuwballen van je. Ik bedoel eieren. Oké, hij kijkt naar jou. Pas op. Hij springt op je rug zometeen, denk ik. Ja, dat dacht ik al. Oh, oké, thanks, man. Thanks voor het zeggen. Let's go. Okay. Kill him. Nice. Oh, nice. Oeh, ze is zwart. Oeh, je hebt nu ook een diamond broek, als het goed is. Ja. Oh, dat is chill, Oké. Als ik jou zou ik wel nog het eten pakken dat daar ligt, zeg maar. Alright, man. I believe. Oké, wat is de volgende stap? Geef me wat tips. Kijk om je heen. Oh, ik zie daar iemand, man. Oh, daar is een team. Een team? Waar je nu naartoe loopt, is een team. Shit, kan ik dat aan? Jij deed het ook, jij kon het aan. Ja, ik kon het aan, maar ik wil jij het toch ook wel aan? Ja, precies, man. Hopen we. Weten niet zeker, maar wij hopen. Maar had je niet zijn iron slot opgepakt, of wel? Wacht, die heb ik wel. Is dat beter? Ja, dat is beter. Daar zit sharpness op, toch? Ja, dat is 2, ja. Ja, sharpness 2, 8,5. Oké, die is veel beter. Ik ben echt stom. Oké, er is een... Oh nee, daar in het rode eilandje zijn ze aan het vechten. En ga ik de juiste kant op? Zit nu... Ja, je gaat nu de goede kant op. Okay, pas nice. Pas op, dat team komt nu op je af. Ik zie het, man. Ze gaan sowieso boven. Van... Ja, oh nee, in je rug. Wat? Waarom zei je dat niet? Ik zei, het zit boven je. Oh, er was een beetje een miscommunicatie, maar oké, het is oké. We kwamen wel een beetje ver. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk, vind dat je geen duik mocht doen. Abonneer ook even allemaal op Dylan's kanaal, typisch Dylan. Dan zien wij jullie weer ooit.